Op Pinkpop 2012, de zondag, middag loopt een einde. En Keitman had zojuist een optreden op de mainstage, Colin Bendis. Spektakel of niet? Ik ben nog een beetje aan het bijkomen, want dat was wel heel, heel vet. Hoeveel man stonden er nou uiteindelijk? Bij ons of bij hun? Nou, het was helemaal vol het veld, maar op podium? Op het podium waren we met z'n zestigen. We hebben alle troepen uitgerukt om hier mee te doen. Productioneel natuurlijk een hele grote klus, lijkt me, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, nou, intussen hebben we dat wel onder de knie. We hebben dit nu een paar keer gedaan en het loopt eigenlijk behoorlijk goed. Maar ja, het is natuurlijk gewoon nog steeds elke keer spannend, gewoon los van hoe kom je daar, maar ook gewoon als we op het podium staan, ja, hoe gaat het vanaf daar? En dat vandaag ben zelf heel, heel blij met hoe het is gegaan. Dus Want voor jou is het heel belangrijk, hè? Het gevoel waarmee je zelf het podium afstapt? Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het erop stappen, weet je. Ik vind het altijd heel tof als er staat van ja, we spelen op Pinkpop, dan ben ik helemaal gelukkig. Maar ik durf pas echt ervan te genieten als we hem net hebben gedaan, want dan weet je van oké, het was goed of het was hem niet. En het in die zin niet de huid verkopen voor de bier geschoten is, het moet gewoon kloppen en anders. Hey, het vorige project, het hip-hop project, was echt publieksvriendelijk als ik het een beetje zo mag omschrijven. Dit is best wel hoogdrempelig voor de mensen. Was je daar bang voor, dat je toch een beetje lauwe reacties zou krijgen? Ja, uiteraard wel. Ik bedoel, kijk naar de line-up. Het staat vol met de crème de la crème van de pop. En dan staan we er als orkestje in één keer tussen op de mainstage. Maar tegelijkertijd, ik weet niet, op de een of andere manier wordt ons wel keer op keer een soort van les aangeleerd van ja, niet zo publiek onderschatten, want ze kunnen een hele hoop meer hebben dan wat we doorgaans denken. En dat was voor mij gewoon op het moment dat we Day One speelden. Het is een heel rustig symfonisch nummer. Dat gewoon het hele veld gewoon doodstil aan het meeluisteren was en het gewoon echt accepteerde. Dan weet ik van oké, men is hier klaar voor en vindt het fijn. Dus volgens mij was het goed. Ja, je speelt geen oude nummers meer, hè? Waarom doe je dat? Het is een ander project. Dat was het hip-hop orkest en dat is zo'n compleet ander ding inhoudelijk dan wat we nu aan het doen zijn. Dat is bijna niet met elkaar te lijmen. En daarnaast, we zijn nog een beetje jong om nu al aan een soort greatest hits project te gaan beginnen. Dat wil ik eerst nog 2-3 andere dingen hebben gedaan voordat ik alles bij elkaar ga trekken. Maar dit is gewoon zo'n wereld van verschil ten opzichte van het andere ding. Dit moet zijn eigen ruimte hebben. Je noemde dit zelf ooit een megalomaan project. Bijzonder ambitieus. Nou, je zou bijna zeggen, what's next? Want wat voor het volgende project? Het lukt allemaal al, lijkt het. Ik heb behoorlijk veel zin om een keer iets elektronisch te gaan doen. Het is een dikke kans dat het volgende gaat worden, maar dat zien we dan nog. Zoals je toegeeft toen in Tivoli, weet je, elektro-kaarde, punk. Bijvoorbeeld elektro-punk, ik heb daar altijd heel veel zin in om dat te gaan doen. Dus misschien dat ik daar een keer echt een project aan ga wijden om echt gewoon, ja, fuck it, remmen los en geld trappen. Maar dat gaan we nog een keertje zien. Je hebt natuurlijk alle ruimte op Kaitopia waar je jezelf kunt opnemen en zelf bandjes begeleidt ook een beetje zelfs. Hoe gaat het er eigenlijk mee? Want jullie moesten eigenlijk weg, maar hoe zit dat? Dat zit er eigenlijk wel helemaal goed. Zoals het er nu nou uitziet, kunnen we er nog echt van een paar jaar zitten. En het begint steeds beter te lopen. Steeds meer bands en muzikanten die komen bij ons langs om sessies te doen. Of überhaupt gewoon dingen voor te bereiden. Of gewoon een dag bij ons te hangen. En dat, het begint eigenlijk alleen maar meer en meer te leven. Dus als zouden we weer weg moeten, dan vinden we wel weer wat anders. En dan gaan we gewoon verder. Hey, je bent naast muzikant ook platenbaas. Officieel platenbaas. Je hebt een aantal bands die ook op Kaitopia zitten. Wie gaan we hier van binnenkort terugzien? Wat wordt de grote jongens? Bombay Showpick. Dat mag echt niet onderschat worden wat zij met z'n tweeën voor elkaar krijgen. Het is de eerste gitaarband die we eigenlijk op het label hebben. En op dit moment ook de enige. Maar ik vind hun ook wel echt gewoon zo ontzettend vet dat ik ook dacht van ja, maar dat klopt ook helemaal. Ze hebben de hele plaat bij ons voorbereid onder begeleiding van Simon. Die heeft helemaal gedaan. En ik vond het gewoon zo tof dat ik dacht van ja, dit moeten we ondersteunen. Dus dat is er eentje, die moet zeker gezien worden. En er zitten ook nog een paar andere dingen aan te komen. En als dat doorgaat, dan hoor je er nog zeker van. Ga je zelf nog wat kijken vandaag? Vandaag weet ik niet. Misschien dat ik nog een stukje Linkin Park meepak voor de good old vibes. Maar morgen wil ik heel graag Mumford & Sons zien. Daar heb ik heel veel zin in. Heb je er ook inspiratie uit, dat is een band? Ligt eraan wie het is. Ik vind sommige dingen luister ik omdat ik ze gewoon mooi vind. Sommige dingen luister ik omdat ik wil weten wat ze doen.
Maar ik denk dat ik nu vooral gewoon echt ga luisteren en genieten en ga proberen om, om de muzikant even uit te schakelen en even als bezoeker te gaan. Want er zijn zoveel mooie dingen altijd, dat wil ik nu een keer gewoon. Is dat lastig? Ja, best. Ik merk heel snel dat ik in een soort modus kom dat ik alles ga proberen te analyseren wat er gebeurt. En dan, ja, weet je, een van de eerste dingen bijvoorbeeld dat er gewoon zo'n standaard akkoordenschema is wat keer op keer op keer op keer overal terugkomt. Daar heb ik mezelf echt moeten afleren dat ik me daaraan ben gaan ergeren. En ja, weet je, nu intussen kan ik dingen veel beter volgen dan dat. Er zijn gewoon echt genoeg mooie dingen. En ook helemaal nu in tijden als deze, er is gewoon zoveel vette muziek wat er nu in één keer aan het aankomen is. Volgens mij zijn het goede jaren voor ons. Nou, gelukkig genieten, man. Dankjewel.